Ik ben Julia, ik ben 18 jaar. Ik zit op Media College in Amsterdam. Mijn opleiding is media vormgeving. Sinds juni ben ik ondernemer, officieel bij de KVK met mijn bedrijfje Paperleaves. Mijn onderneming is uniek doordat het duurzaam is en aan het klimaat denkt. Alles produceer ik zelf, dus ja, je weet waar het vandaan komt en je weet hoe het gemaakt is. Ik weet een beetje wat ik wilde doen. Ik had een beetje mijn notitieboekje op in grote lijnen had ik geschetst wat ik een beetje wilde. En toen kwam het ondernemingsloket. En toen dacht ik, nou, het is wel handig om... Ik begin nu letterlijk met ondernemen eigenlijk. Dus het is wel handig om misschien daarvan meer te weten te komen. De belangrijkste tips die ik bij het ondernemingsloket heb meegekregen is denk ik dat je weet wie je doelgroep is. Je echt een target gaat creëren van waarvoor je het doet. Het was meer van, oh, ik maak de producten en... De doelgroep zie ik later wel. Ik denk vooral ook daarna dat ze heel erg geholpen hebben. Want ik heb wat dingetjes gehad waar wat moeilijker ging. Dus toen heb ik ook weer naar hun gegaan en ja, hebben wel mee geholpen. Nou ja, ik was nog niet handelsbekwaam voor mijn 18e. Dus geen één bank wilde je als zakelijke rekeninghouder hebben. Dus toen heb ik Milos gebeld. Dus dat heeft wel heel erg geholpen. En verder ben ik nu bezig met een project. Waar ik ook gekoppeld ben door Milos. En die heeft ook weer een connectie met iemand anders. Waar heel misschien later mijn producten ook kunnen komen te staan. Mijn toekomstplannen met mijn onderneming is verder groeien in producten. Ik ben nu ook bezig met een agenda, een budgetplanner, nog wat nieuwe stickers. En ik wil heel misschien, als het echt gaat lopen met de producten zelf, heel misschien nog een ontwerpdingetje ernaast doen. Dat is misschien ooit een plannetje, maar we zien het wel. Thank you.